Hey Jeroen. Andy, ça va? Matteke. Ready voor een apéro? Hey, precies, je zit al aan een drankje. Dat zou wel, man. Ja, maar eerst toch een koffieken. Hè. Ja, dat heb jij voor mij klaargemaakt, precies. Nee, het is keistraf, maar je moet in ieder geval vandaag veel koffie drinken. Want ik ga iets maken met koffiedrap. Je moet dat toch niet met een lepeltje opeten? Nee. Maar ik ga daar wel iets leuks mee doen. Ik ga deze al in de frigo steken. Ik kom direct een koffieke drinken. Goed. Ik heb graag, als er mensen komen, dat er eigenlijk altijd iets op tafel klaar staat. Vandaag ga ik een crème maken van zoete aardappelen. We gaan die in een oven zetten op 180 graden gedurende een uurtje. Wat ik er ook ga bij doen, zijn eigenlijk worteltjes, zowel gele als oranje. En die gaan we garen in koffiedrap. Daarom dat ik tegen Andy zei dat hij veel koffie moest drinken. Maar eerst die zoete aardappels gewoon zo de oven in. Doordat die zoete aardappel in zijn schil gaart eigenlijk, krijgt iets heel zoet, iets gekarameliseerd en dat gaat zeer goed samen bij onze koffie. Ik heb een ovenschaaltje nodig. Daar gaan we die groentjes in doen. Ik ga dat groen er wel een klein beetje afsnijden. Niet te veel. Daar mag nog een klein beetje aan blijven. Dat is plezant, hè? Zo van die kleine groentjes. Dat is ideaal. Je kunt trouwens, als je kinderen hebt, een deel daarvan niet garen in de koffie, maar gewoon rauw laten. We zijn met acht. We hebben acht gasten. Andy en ik samen 10. Dat we ook iets kunnen eten. Dus ik ga toch wel genoeg worteltjes nemen. Dan hebben we van die gele wortel. Op zich zit daar niet veel smaakverschil tussen. Hè. Dat is wel decoratief. We gaan die garen in koffiedrap. Dat moet een beetje vochtig zijn. Hè. Dat moet nat zijn. We gaan daar een klein beetje grof zout aan toevoegen. Een beetje door elkaar roeren. Als je nu merkt dat dat te droog is, want soms zit daar niet genoeg vocht in, twijfel dan niet, doet daar gewoon nog een klein beetje water bij en dat is even goed. Hè. Worteltjes in een kom en eigenlijk kun je dat gewoon in een oven zetten gedurende een uurtje. Die koffie gaat ervoor zorgen dat je zo een hele gekarameliseerde smaak krijgt eigenlijk. Dat gaat samen ongeveer een uurtje op 180 graden en dan is de hapje klaar. De aardappelen zijn klaar. Ik ga er een sausje van maken, een soort dipsaus voor bij onze worteltjes. Dus opensnijden en al het aardappelvlees, eigenlijk, of het vruchtvlees, in de blender. Gewoon met een lepel, dat gaat er super gemakkelijk uit. Ik ga daar een beetje tahini bij doen. Dat is eigenlijk een pasta van sesam. En daar mag redelijk veel in, want sesamzaad, dat geeft zoiets lekker, ja, zoet, ook warm, vind ik zelf. Dus het zoete van de zoete aardappel met die tahini, dat is echt een heel lekkere combinatie. Zout vervang ik door sojasaus, een lepel of twee. Als ons daarmee beginnen, kunt er beter nadien nog een klein beetje bij doen als het moet. En dan wat peper, hè. Ik pak altijd zwarte peper van de molen. En dit gaan we gewoon mixen tot een glad sausje. Een keer proeven, hè. Voilà. Dat kan de koelkast in. Straks de seren klaar. In apéro dining is het oog ook heel belangrijk. We gaan een soort tartelletten maken, taartjes maken, maar dan van tomaten en olijven. En we gaan beginnen met bladerdeeg. En dat is gewoon bladerdeeg dat ik gekocht heb, gemaakt bladerdeeg. Daarvan gaan we eigenlijk kuipjes maken, allez, of tarteletjes maken. Canapékes eet dat eigenlijk in aperitieftaal. Canapéken is een laagje krokant of zo, een soort doosje waar we iets op beleggen. We gaan eigenlijk mini-taartjes bakken van tomaat.
Heel eenvoudig, met zo gekocht bladerdeeg is dat altijd al op een bakpapiertje ligt. En we gaan die al eerst eventjes afbakken, want nadien gaan we die besmeren. Maar dan zijn die al wat krokant gebakken. Die gaan we wel even inprikken met een vork, dat die niet te veel reizen. Je moet er absoluut niet mee inzitten dat je die gaatjes ziet, want straks gaan we daar een tapenade over smeren. Dat gaat helemaal verdwijnen. En ik probeer altijd, zoals je apro-dining doet of aperitiefjes maakt, een beetje te verwijzen naar de klassieke dingen. Wie zet er niet worteltjes met een dipsausje, kersttomaatjes op tafel? We gaan eigenlijk net hetzelfde doen, maar een beetje een toffere versie. Dit mag de oven in, totdat die wat krokant bruin gebakken zijn. Voilà, 180 graden. En dan ga ik een tapenade maken van natuurlijke zwarte olijven. Ik ga een beetje look gebruiken. We hebben er niet zoveel voor nodig. Zwarte olijven, look en eventueel wat olijfolie. Kun je ook perfect kopen. Hè. Tegenwoordig een goede tapenade, dat vind je wel in de winkel. Dat is zo eenvoudig dat je dat eigenlijk toch liefst zelf maakt. Als je daarvan je over hebt, want we hebben niet zo heel veel nodig op die taartjes, kun je gerust bewaren in een confituurpotje. Een potje met een deksel op, dat blijft echt redelijk lang goed. En ook heerlijk onder een beetje pasta gemengd of gewoon als dipsaus. Daarbij komt dan een teentje look. Altijd wel opletten met look. Dat zijn kruiden, dat zijn geen groenten. Soms zijn er mensen die dat echt heel veel gebruiken. Het is maar om een smaak te geven. Hè. Binnenste gaan we eruit halen. Hè. Ik weet dat daar veel ideeën rond bestaan van wanneer moet dat of niet. Persoonlijk heb ik één regel. Als ik look gebruik voor koude bereidingen, haal ik dat hartje eruit. Als dat warme bereidingen zijn, laat ik dat erin. Beetje olijfolie. Kruiden natuurlijk met peper en zout. Nu ga ik dat gewoon met een staafmixer mixen. En dan is het klaar. Voilà. Beetje feta. Zo. Je ziet, die zijn nog niet helemaal gaar. Die zijn niet mooi bruin, die zijn wat wit nog. Maar dat is eigenlijk niet erg, want dan moet de semmers nog de oven in. Nu is het simpel. Nu gaan we gewoon bakkerken spelen. Namelijk een beetje tapenade erop. Als je dat nu zou vergelijken met de klassieke patisserie, dan doet een bakker meestal vanillepudding of zo in zijn taart, of slagroom. En daar fruit op, eigenlijk is dat net hetzelfde. Alleen de slagroom wordt tapenade en het fruit worden kersttomaten. Met de tomaten, dat is altijd een beetje dubbel gevoel. Namelijk, als we die met steeltje erop leggen, dan zijn die taartjes wel wat mooier. Ik heb gezegd, het oog wilde ook wel wat. Dus contrast is tof, hè, van zo groen, rood, zwart. Maar als de mensen dat eten, kunnen ze dat niet zo helemaal in hun mond steken, want dat steeltje hangt er natuurlijk aan. Dus kun je het groen er ook afhalen, maar dat is iets minder mooi. Dat moet ook praktisch zijn. Het moet mooi zijn, het moet praktisch zijn. Het is een beetje alles bij elkaar. Maar we gaan de twee doen. Kijk. Nu ga ik daar overal een beetje feta op krummelen. En dan is het belangrijk eigenlijk, als dat in de oven ingaat, dat je je oven terug naar 100 graden brengt. Want die tomaatjes die moeten een beetje drogen. Moest je dat in een oven zetten op 180 graden, dan gaat het vocht in je tomaten gaat opwarmen en die gaan springen. Nu, op die manier, ga je eigenlijk zo'n beetje het effect krijgen van een gedroogd tomaatje. Hè. Een beetje peper erop. En dat gaan we zo in de oven schuiven, 100 graden, ongeveer 3 kwartier. De groentjes die zijn gaar, die worteltjes. Kijk, dat ziet er plezant uit, vind ik. Ik ga die gewoon spoelen, dat het koffiegeruis eraf is. Onze salsa in een potje, dresseren. En dan zet ik dat op tafel. De gasten zijn op komst. Ik heb gezegd, nooit een lege tafel. Dus ik ga zorgen dat dat erop staat. Dat ze hartelijk ontvangen worden. Hè. Thank you.
zo potjes gebruikt om te dresseren, probeer dan een beetje contrast te krijgen. Hè. Zo een oranje salsakje in een wit bordje. Dat mag een beetje grof gedresseerd worden. Hè. Je moet trouwens niet altijd zo klassieke borden gebruiken. Ik heb hier nu een groot stuk steen genomen. Veel plezanter eigenlijk. Groentjes er rond. Ik ga dat nog afwerken met wat nootjes. Dat geeft altijd wel een plezant effect als het wat mooi afgewerkt is. Gebruik daarvoor de noten dat je wil. Je kunt ook een beetje sesamzaadjes gebruiken, omdat we toch al met die tahini werken. Maar kijk, wat nootjes in het midden. Hup. Peper erover. Voilà, dat zet ik op tafel voor de gast te komen. Andy, mijn eerste hapje is klaar. Aha. Wat schaft uw glas? En mijn eerste aperitief is ook bijna klaar, man. Okay. We gaan vandaag voor de grote Italiaanse klassieker, de Negroni. Oh, dat vind ik lekker. Ik ook. Ik ben er zot van. Maar wel stevig, hè? Koffie, worteltjes, Negroni. Goeie combinatie. Komt allemaal goed, man. Negroni, een van mijn favoriete cocktails uit Italië. Heel simpel, een derde. Vermoed, normaal gezien werken we met Campari, maar die ga ik vandaag vervangen met Amaro. Super lekker. En een derde gin. Het maakt niet uit of je die nu in een klein maatbekertje maakt voor één persoon, of dat je die nu maakt in een beetje een groter volume. Dus een derde vermoed, rode vermoed. Dan ga ik er Amaro bij doen. Dat is gedistilleerd op basis van grappa. En is eigenlijk een prachtige Amaro. Voilà, voilà. En dan uiteraard, wat ontbreken we? Gin. En daarvan gaan we ook een derde gebruiken. U ziet het, het is een vrij sterke cocktail. Het is een stevige rakker. Dus gaan we die straks een beetje verdunnen met wat ijs. Ik ga dit overgieten in een mooi schenkglas. De gasten mogen komen. Hey dames, welkom. Neem een plekje. Dat zijn de vriendinnen dus allemaal samen. En wie van jullie is jarig? Er is eentje jarig. Ja, ze jarig. Oh, proficiat mevrouw. Ik heb hier voor jou al een glaasje klaargezet. Is goed, gaan we daarmee beginnen. Wat denken jullie van een Negroni als aperitief? Dus we hebben eerst ons glas een beetje afgekoeld, onze mengbeker. En dan gaan we eigenlijk in jullie glas simpelweg elk één mooie groot ijsblok doen. En dan gaan we die Negroni mooi over die ijsbal gieten. Zo. Ik heb van één pompelmoesje eerst al een zesde afgehaald, want daar gaan we daarna een ander garnituurtje mee maken. En met het vruchtvlees gaan we gewoon zo een mooi sneetje in elk glas gaan droppen. En dan gaan we ook nog afwerken met een zesde van pompelmoes. Je kunt eventueel nog uw glaasje een beetje parfumeren en dan die erbij in gaan leggen. Als je dan nog een beetje spectaculairder wilt maken, dan neem je een aansteker en dan gaat je die etherische olie gaan karamelliseren. Dan krijg je nog zo een extra aromatje zo. Heb je gezien? Chef, aperitief! Hallo! Ah, dat hoor ik graag. Zie je het toch weer? Ah, voilà. Zie. In het algemeen komt hem tamelijk snel. Ja. Een Negronietje. Dan. Iedereen heeft eentje. Ik zou zeggen, santé. Gezondheid. Op een lekker, gezellig en een fijne Aperol dining. Hè? Lekker, hè? Dit is het eerste gerechtje. Worteltjes gegaard in een koffiegruis. En dit is een salsakje van zoete aardappel en tahini. Ik zou zeggen, pak het af. Hier een keer onze kersttomatentaartjes. Die zien er heel mooi uit, maar belangrijk is dat je dat heel mooi dresseert. Daar gaan we die mooi opleggen. Klein beetje basilicum. Het zijn kleine blaadjes, dat is mooier om dat af te werken. En dat doen we gewoon in het midden. En de ene keer dat ik dat gedaan heb, dan kan ik serveren. En dames, voor de volgende hapjes hebben we een lekkere fles Magnum Rosé. Kijk eens aan. Studio bij Miravel. Weet je wie de eigenaars ervan zijn?
Brad Pitt en Angelina Jolie. Oeh. Dit is de identiteit van zo'n beetje de Provence. Hè. Het zijn wijngaarden gelegen op 60 kilometer van de Mediterranee. We gaan eens proeven eerst. Mm. Fraîcheur, hè. Wat moet een rosé voor mij zijn? Dat moet veel parfum hebben, dat moet fris zijn. Evenveel plezier in de neus bij het ruiken dan in de mond. Hè. Voilà, het is direct feest hè, als je zo'n magnum openmaakt. Ja, ja. Gezondheid. Ik zou er eigenlijk nog iets mee willen doen met die rosé. Ik heb voor die dames nog een surprise. Ik heb dat genaamd Les Gendarmes de Saint-Tropez, want als kleine jongen was ik helemaal gek van Louis de Funès. Eens de pitjes eruit, gaan we het vruchtvlees van de meloen losmaken en in de blender. Oppassen dat je er niet door ziet door die meloen, want anders kun je de vloeistof er niet meer in doen. Wat gaan we erbij doen? Een goede geut rosé van dezelfde die we aan het drinken zijn. En dan ijsblokjes. Waarom? We gaan die ijsblokjes mee gaan blenden. En dan krijgen we zo'n frozen, zoals een frozen margarita. Dan gaan we gaan blenden. Niet te lang ook niet, want anders gaat de ijs helemaal smelten. Dan gaan we die uitstorten in de meloen. Lekker koud. Hopla. We gaan het afwerken met een beetje gedroogde ham. Dan hebben we zo de ham en meloen. Dat is kei plezant als extra hapje precies. Zo, hè. En die ham die gaat gewoon op 140 graden zo'n goed 20 minuutjes in de oven uitdrogen. En dan heb je zo chips van ham. Zo. En het oog wil ook wat een beetje gedroogde bloemensalade. De zon is van de partij. De Provence in het bord. Ik denk dat die dames helemaal gaan opfleuren hier. Kijk, wauw. Ik zal eentje hier zetten. Het is een sharing drink, hè. Ik heb, Marek, het is geen verjaardagstaart, maar ik heb kleine aperitieftaartjes gemaakt op basis van tapenade en gedroogde tomaatjes. Er is nog net voldoende. Ja. School, hè. Gezondheid. Toch wel lekker, hè? Voilà, terwijl onze madame goed aan het aperitieven zijn, ga ik een Thaise salade maken en een soort vinaigrette. Ik heb een chilipeperje nodig, shallotje, een beetje look. Citroengras ga ik ook gebruiken en dan koriander en limoen. Ik ga gewoon beginnen met alles fijn te snipperen. Citroengras, dat is lekker, dat is fris. Maar je moet er echt voor zorgen dat dat niet mee in je eten komt, want dat wordt heel erg houterig. Dus ik ga een soort marinade maken. Waarvan ik eigenlijk enkel het vocht ga gebruiken nadien. Een chilipeper. En een halfje zal genoeg zijn, want dat is redelijk spicy. Gewoon een kleine stukjes. Kan erbij. Shallotje. Zo, teentje look. Gewoon grof snijden. Klein beetje verse gember. Dat moet je eigenlijk niet schillen, hè. Ik ga dat gewoon in kleine stukken snijden. Wat er ook bij. En nu is de bedoeling dus dat ik al die kruiden en specerijen laat marineren. Dat vocht ga ik halen uit mijn limoenen. En een klein beetje siroop, zeg maar, schembersiroop. De limoenen moet je eerst een beetje masseren. Zo, een beetje opduwen dat vruchtvlees aan de binnenkant kapot gaat. Krijg je veel meer sap. En dan gaan we gewoon die limoentjes persen. Hup. Dit is klaar. Natuurlijk, ik hoor u wel denken, natuurlijk is dat veel te zuur. Dus we gaan dat een beetje tegenwicht geven. Ik ga daar niet gewoon suiker voor gebruiken, maar gembersiroop. Dat is iets dat bij mij altijd in de keuken staat. Gembersiroop is gewoon super lekker. Kun je ook eenvoudig zelf maken. Want gembersiroop is eigenlijk gewoon gember laten koken in suikerwater. En daar mag redelijk wat in. En dan nog een klein scheutje water.
En op het einde ga ik mijn Thaise salade afwerken met koriander. Koriander is zo een van die kruiden. You love it of you hate it. Hè. En het voordeel aan koriander is dat je alles kunt gebruiken. De zaadjes, korianderzaad, gemalen of geheel. De takjes kun je gebruiken en de blaadjes. De blaadjes gebruiken we vooraf te werken. De takjes ga ik fijn snipperen. Zoiets. En dat gaat mee de marinade in. En je ziet, zo hebben we een soort vinaigrette gemaakt zonder dat je eigenlijk olie toevoegt. Dat mag aan de kant, tijd om een salade te maken. Ik heb gekozen voor van die manchetjes te gebruiken. Een beetje wortelen, twee zal voldoende zijn. Komkommer en radijsscheuten. Alles in julienne en in een kom. Klaar. Voilà, de groentjes bij elkaar. En hierover ga ik mijn vinaigrette gieten en dan gaan die groentjes daarin marineren. Zo. Dat aan de kant. Een beetje door elkaar roeren. We laten onze groentjes garen in de vinaigrette. Ik ga mijn vlees grillen en dan kunnen we afwerken. Ik heb een heel schoon stukje rundfilet meegenomen. We gaan dat saignant bakken. Dus we hebben eigenlijk schijven nodig van ongeveer 2 centimeter. Dus als je dat bij je beenhouwer bestelt, vraag gewoon dat hij schoon dikke stukken geeft. Nu gaan we dat in rubben, heet eigenlijk een rub. Dat betekent dat je met kruiden die bijna paneert. Je begint met je kruiden in een kom te doen. Leg je steaks daar gewoon op. Dus dat zijn redelijk grove kruiden, maar dat is eigenlijk niet erg. Als je dat thuis doet en je gasten komen 's avonds, doe dat gerust al 's middags, maakt niet uit. Beetje olijfolie erop, dat ze wat mooi plakken eraan. En dan een hete barbecue. Heel belangrijk dat die goed warm is, want zoals ik al zei, dat moet saignant gebakken worden, dus we gaan dat niet te lang op de barbecue laten. Wat gaan we ook doen? Dat is zelfs dat vlees blussen met sojasaus. Wij gaan barbecue gebruiken, dus ik heb al een klein potje klaargezet. Daar ga ik gewoon redelijk veel sojasaus in doen. En als het vlees gebakken is, komt dat erover. Barbecue is goed warm, vlees grillen. Als het vlees kort gekorst is, ga ik dat overgieten met de sojasaus. En eigenlijk gaan we dat daar gewoon in laten marineren. Bordjes dresseren nu, dan fijn snijden. Dames, het vlees is gebakken. Het volgende hapje komt er direct aan. Hè? Goed? Dat is goed. Dat vlees goed in de sojasaus wikkelen, dat dat lekker sappig is. En dan kan ik dresseren. Hè? Beginnen met onze groentjes op bord. Daar komen een beetje van onze radijzenscheuten bij. Het is wat pittig, hè? Radijzenscheuten. Dan steksken. En we gaan dat heel fijn snijden. Hoe fijner je dat snijdt, hoe lekkerder dat gaat zijn. En je ziet, dat is nog mooi saignant gebakken. Mensen die dat nu niet graag hebben, kunnen dat natuurlijk wat meer bakken. Maar zo hoort het eigenlijk. Zo is het lekkerst. Als je zo een paar gerechtjes serveert bij een aperitief, hebben mensen gegeten. Super lekker, heel gezellig. En meer moet dat niet zijn, hè. Klein beetje afwerken met de koriander. Voilà. Nieuwe bordjes. Ecologisch. Geen afwas, ook belangrijk. Dus terug hetzelfde, hè. Groentjes, vlees en koriander. Voilà. Het volgende is ook klaar. Dat is een Thai slaatje met wat rundvlees, met limoen, met koriander. Dus voilà, verdeel maar. Oh, ik vind dat zalig zoiets. Bij Apro Dining hoort ook iets zoet. Ik dacht, allemaal dames chocolade, of? Oh ja. Toch? Ja. Oké. Dan denk ik weg, Andy. Voilà. Die zijn daar goed aan het smullen, aan het aperitieven. En bij aperitief
of zeker bij Apro Dining, hoort natuurlijk ook in de sertje. Dan weten de mensen, het wordt hier afgerond. En je kunt perfect die kleine aperitief dessertjes maken. Ik ga een canapé maken. Ik ga dat vullen met een panna cotta van chocolade en een schijfje banaan erop. Vrij simpel, maar heel lekker. Wat heb ik nodig? Een halve liter room. Die gaan we gewoon op het vuur zetten. Ik ga daar 30 gram suiker bij doen. En dan komt daar chocolade bij. Ik gebruik altijd zwarte chocolade. Ik vind dat veel lekkerder. Zeker in de sertjes. 200 gram om correct te zijn. Ik ga die gewoon in kleine stukjes hakken en laten smelten in onze panna cotta. Wat eigenlijk betekent gekookte room. Hè. Heel belangrijk dat we dat nog een beetje binden met gelatine. Dat moet gewoon even koken. Dit is de gelatine. Die heb ik 2 blaadjes laten weken in koud water. Het concept van gelatine is heel eenvoudig. Hè? Gelatine laten weken in koud water. Laten smelten in iets warm. Hup. En als we dat terug laten afkoelen, dan begint die gelatine op te stijven. En dan bindt dat onze panna cotta. Hè? Meer is het niet, zie. En dat gewoon in een kom gieten. Dit laten we afkoelen in de koelkast. En dan kunnen we onze canapékes opspuiten. Dan gaan we naar iets heel, heel, heel bijzonder. Dat is vintage port. Vintage port, dat is echt wel de crème de la crème, de nec plus ultra van de portwereld. Dat is echt wel, wordt enkel gemaakt in de beste wijnjaren. Wordt enkel gemaakt van de beste druiven. Mag niet elk jaar gemaakt worden. Ik vind dat daar zo een trommelje bij moet. Zo. Deze is echt wel een speciaal moment. En meestal bewaart de wijn langer dan de kurk. En dit bij chocolade, dat is gewoon een toppertje. Zullen we ze openmaken? Zoals een fles wijn. Kijk, die kurk die komt er mooi uit. We gaan die gaan decanteren, want vintage port moet altijd gedecanteerd worden. En waarom is dat? Omdat het bezinksel zit mee in de fles. En dan moet je eruit filteren, door hem eigenlijk te gaan overgieten. En dat doen we met behulp van een kaars. Ik heb die fles nu op voorhand rechtgezet, dat dat bezinksel naar beneden kan zakken. En door behulp van die kaars zie je eigenlijk wanneer dat het bezinksel eraan komt. Dus moet je echt goed kijken. Hop, voilà. Ja, kijk eens wat een nectar. Kijk eens hoe dat loopt. Oké, tijd voor het dessert. Deze heb ik gewoon kant-en-klaar gekocht. Als je dat niet vindt in de winkel, kun je ook gewoon een wafeltje gebruiken of noem maar op. We gaan de panna cotta erin doen. Zo. En dan gaan we die afwerken. Als je een beetje aardbeidjes hebt of frambozen, ik ga er een paar schijfjes banaan op leggen. Omdat ik vind dat banaan en chocolade een goede combinatie is. Beetje afwerken met iets groen, hè, wat verse munt. Ik ben ermee klaar. Tijd voor het dessert. Chocolate time. Wauw. Ik zou zeggen, we gaan proeven. Hè? Voilà. Ja. En je weet, al die receptjes kun je altijd terugvinden op jan.tv. Voilà. Dat is zeker eens opzoeken. Voilà, op een fijne Apro Dining. Hè. Het was leuk om jullie erbij te hebben. Hoppa. Gezondheid. Dat laatste taartje, mag je dat hebben? Dat mag ik. Nee, kijk. Mm. Nou.